Gewoon, je moet opnieuw tekenen. Theo, even stoppen.
Maar Mindy Budding heeft de laar en met haar over en met Kramer komen. Die bal die gaat hier in de rechterlijn sprinten. In de rechterlijn voor de vierde editie van de Wille Hendricks op. En wie gaat die pakken? Wie gaat die pakken? Oh, dat is mooi. Dat is een hele mooie sprint. Overmacht voor Lara Engeland. Overmacht voor Alice Minting from Great Britain. Hier komt het peloton. Hier komt het peloton. En dan gaan we afsprinten. Kom al, pas op. En rechterlijn. Rechterlijn gaan we hier inderdaad allemaal binnenkomen. Oeh. Attentie. We gaan inderdaad kijken of ze allemaal opstaan. Als dat het geval is, dan weten we dat dit in ieder geval redelijk goed afloopt. We gaan de derde plaats beginnen. Derde plaats gaan we handen in koor achter elkaar voor de man van WCL de Bergers, voor Remco Esselaar. En dan gaat die Jokka naar mij toe komen en die zegt: ik heb mooie bloemen en ik heb drie kussen. Drie kussen, zo ja, voor Remco. De mooie bloemen, die zijn van Petra Martens. We gaan naar de nummer 2. Is Koer klaar voor de nummer 2? Voor de man van Wielenvereniging Dubbelaarrenners, schuinstreep AXA. Dit is een lichtblauwe duivel en dit is Martijn Budding. Zo ja, mooie kussen. Voor Martijn, zijn er drie. En mooie bloemen. En dan gaan we naar de absolute number one. De overwinnaar van deze Wim Hendricks trofee. De vierde editie voor nieuwelingen. Een man die er 76 kilometer ingevlamd heeft. Die de kasseistroken heeft overleefd. Zijn koppelstoot zijn niet zijn beste dingetje, zegt hij. Maar sprinten kan die als de beste. Onstage, at the top, op de eerste plaats. Gaan we zien, Alex Minting van Great Britain. Three kisses and congratulations for you also. We gaan drie kussen geven en mooie bloemen. En dan gaan we die mis. Kom eens even hier, daar. En dan klim je helemaal omhoog. En dan ga je naast die nummer 1 staan. Never let him go. But don't take me home with you. So please let her here in Koer. Heel belangrijk. Goed vastpakken die winnaar. Zo de armen eromheen slaan. Dus zoals met al die vriendjes doet. Zo ja. En dan gaan we nog eenmaal. Van de nummers 1, 2 en 3. Alex Minting, Martijn Budding en Remco Esselaar. Een geweldig mooi podium van de Wim Hendricks trofee. We gaan het nog dunnetjes overdoen zometeen. En dat doen we in de Blazaard. Dat doen we daar waar we gastvrij worden ontvangen. En dan gaan we nogmaals de nummers met de prijzen en de man van de kasseien. En dat is Ricardo van Dongen op het podium plaatsen. U bent